iedereen leert op zijn eigen manier. Sommigen studeren het beste in stilte. Anderen met muziek aan. De een maakt uitgebreide samenvattingen. De ander vindt het prettiger om mindmaps te maken. Het is belangrijk dat je weet hoe jij het beste studeert. Maar hoe doe je dat? Het antwoord is zelfregulatie. Dit betekent dat je weet hoe en waar je het beste leert. En wat je nodig hebt om dat te doen. Het gaat dan om jezelf kennen. Je weet waar je goed en minder goed in bent. En weet welke manier van leren jou het beste helpt. Je plant je taken in en houdt de voortgang bij. Waar nodig voer je verbeteringen door in je studieproces. Het klinkt misschien als veel werk, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Wanneer jij deze vaardigheid goed onder de knie hebt, heb je daar je hele leven plezier van. Want hoe efficiënter je leert, hoe groter de kans dat je goede prestaties behaalt. Stel je vaak taken uit omdat er iets leukers te doen is? Dan weet je dat je afleiding moet beperken en deadlines nodig hebt. Heb je stilte nodig om je te concentreren? Zorg dan voor een rustige omgeving. Kan je niet lang concentreren? Begin op tijd en plan genoeg pauzes in. En als je tegen een moeilijke taak opziet, begin daar dan juist als eerste mee. Dan heb je dat maar mooi gehad. Hou een aantal weken bij welke manieren van leren voor jou werken. Wat werkt wanneer wel en wat niet? Wil jij ook beter worden in zelfregulatie? Klik hier.